entre la misa. Nö. Es gibt doch genug Fiends, um mehr Gesicht da. Ich habe mehr Misse. Mhm. Die ist doch mal 2 Wege. Ja, aber doch. Ich soll die Misse. Ja, ist zumindest weg. Und ich sitze hier. Sein. Na, nice. 2 Wege Stagen in Blankenberge. Das war's geestig. Hey, kom aan. Ik ben er nog niet klaar. Luisteren naar hun verhalen. Volgens mij bel je daar niet voor naar een callcenter. Daar heb je dus wel andere nummers voor. Kom, Junior, je mag naar bad. Nee, ik wil niet. Junior, het is 7 uur. Allee, op naar bad. Ga maar. Nou, ik heb geen enkel goeie broek meer. Echt, het moment niet. Ja, even moeten wachten. Ja, het is nooit het moment. Ik word er zat van, hè. Iedere keer als ik hier iets nodig heb, moet ik jullie gesmeken. Moet niet overdrijven. Het is gewoon nu even moeilijk, maar dat gaat niet lang niet meer duren. Ja, dat zegt al 5 maanden. We gaan hier maar 3 weken zijn. Dan zien ons hier nu zitten, wonen hier nog altijd. Ze blij dat we hier mogen wonen van Pepe, hè? Nee. Kom, ik ga nu haar wassen. Nee, ik wil niet. Wil jij mijn stinkhaar blijven rondlopen? Ja. Allee, kom. Kijk eens. Cool. Straten. Woont je in de Tulpstraat? Ja, nummer 9. Allee, het is eigenlijk mijn grootvader die er woont. Wij wonen bij hem. Allee, merci, hè, buurvrouw. Dip! Kenny.
hè? Ja, heel schoon. Ja, pak die maar. Gaan we ze toch niet kopen? Nee, ik vond ze niet zo wel schoon. Zin om je op stap te gaan? Ja, ça va. Hou de rest maar, hè. Ja. Alle volk. Geen probleem, ik ken niet wel je handen zitten. Hé, Maxi. Die mannen aan een touw daar.
Jij kunt er echt wel wat van zijn, hè? Dat er veel geld mee kunnen verdienen moesten willen. Hoe kom jij aan al dat geld? Top secret. I didn't tell. Heb jij dat gepikt? Eerlijk verdiend, ja. Hoe dan? Allee, zeg. Oké, als je me belooft dat je nooit, dan ook echt nooit aan iemand anders zult verder vertellen. Escort. Wat moet je dan doen? Gewoon meegaan naar receptie zijn ze. Ook seks, hè? Nee, als je niet wilt, niet mee. Zeg, die jongen die bij u aan school stond. Is dat u lief? Ja, waarom? Gewoon. Een beetje ordinair, hè? Hij is wel lief. Wat doe je daar nu aan? Is hij goed in bed? Ja. Als je wilt werken zoals mij, heb je wel een artiestennaam nodig, hè? Wat is die van u? Ze noemen mij Jen. Is Deborah niet chic genoeg? Deborah is een beetje... Wow. Rondlopen. Je mag niet te laat en morgen is het school. Mama, zou ik 5 euro kunnen krijgen? Plus die 20 euro die je het potje hebt gepikt, dat maakt 25 euro die je aan mij moet terugbetalen. Wat? Meisje. Speel ik je spelletje niet mee, zeg. Moet hier niet staan liegen. Die 20 euro is niet vanzelf uit dat potje gekropen. Ja, misschien heeft een junior die gepakt? Ja, of de pp, of ik heb het er zelf uitgepakt, ben het vergeten. Ja, ik heb geld nodig. Ik moet hier altijd scooien voor een beetje geld. Deborah, waarom moet je altijd zo contrair doen? Zie jij niet dat ik hier ook maar mijn best doe om alles goed te doen? Je denkt alleen maar aan je eigen en nooit aan de kinderen. Ik heb nooit aan ons gevraagd of je het plezant vindt om bij Pepe te wonen. Maar godverdomme, je houdt erover op, denk jij dat ik dat plezant vind om hier te wonen? Als ik mijn kloten ga afdraaien, ga werken, dan is het voor jullie, hè? Voor jullie kleren, voor het school, voor de uitstapjes. Want als jij het in je kop krijgt, dan moet je het hebben. Jij hebt niet eens werk. Je bent ontslagen. Zij vergeten. Hey Jen, ik ben het. Ik heb er zo over nagedacht en ja, ik vroeg me af of nog mensen nodig hadden voor je weet wat. Bel je mij terug? Oké, bye. Hoe oud ben je eigenlijk? 15. Dat festje gaat er goed. Voilà, Deborah zoekt werk. Ja. Laat me raden. Fotomodel. Nee? Aerostes? Ik zou graag voor u werken. Is het waar? Zaren is er. Hoe oud zit je? Hallo. 17. Bijna 18. Wat voor werk zoekt je? Serieus? Zoals Jennifer. Jen. Ook voor je. Iets drinken?
zoveel in een keer gekregen. Even zo hand. Nog een dicht. Mag ik kijken? Nu wel. Wauw. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Zwijg dan. Je gaat er geen Jeannette van maken, hè? Nee. Een rockster. Ha. Zeg, mama. Ik heb misschien werk in een hotel als kamermeisje. Serieus? Wanneer? Ja, ze ging nog bellen. Nee? Ja, dat zei ze misschien al. Hallo? Kom, junior. Wat zijn je aan het doen? Hè? Zeg, dat is... De spiegel aan het schminken. Kom, jongen. Morgen. Allee. 1, 2. Maar dat staat vliegen, hè? Wat moet ik dan doen? Je ziet er fantastisch uit. Die is toch meerdere jaren, hè? Dat denk je niet. Ja? Okay. Aangenaam, Bo. Robert. Aangenaam. Voor vanavond. Ik vrees dat het nogal saai kan worden. Maar er zit een heel belangrijke deal in voor mij. Dus we moeten een beetje op ons tanden bijten. En uiteindelijk wordt het misschien ook plezant ook. Als het goed is voor u. Ja. Bo, ik ben er vandoor. Ja. Robert, tot volgende. Ja. Dan als je terug zit. Amuseert u. Yes, zeg zo. Paarden. Yes, Jean-Luc. Zeg. Ja? Ja, nee. Het is zo'n beetje leren drinken. Zoals met olijven. Het is wel lekkerder als olijven. Ja, zeker.
Gaat het een beetje? Ja. Mozzarella is lekker. Kom je regelmatig? Probeer. Altijd in de zon. Als het mogelijk is. Dat is perfect. 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 Dat is plezant? Ja, alleen op het einde. Wat? Wil je met de kussen? En? Kussen moest toch niet? Nee, spaar, maar... Kijk, Robert is een goede klant. En van een kus gaat hij niet dood, hè. Toch? Ik wil toch niet dat ik mijn beste klant verlies, hè? Zorg maar dat je geld waard bent, hè. Heb je ooit aan mijn klant geslapen? Is dat een ja of een nee? Ja, maar niet de eerste keer. Is dat niet moeilijk? In het begin is het moeilijk. Maar nu denk ik gewoon aan het geld. En kussen? Tongkussen? Nee, nooit. Zie, in het begin is het moeilijk. Maar ik zweer u, eens dat geld komt, is het gedaan met twijfel. Dat is Valium. Dat verdooft een beetje. Soms is het leuker dat je dingen anders meemaakt. Dat je je niet helemaal bewust bent van alle dingen die je... Maar je bent niet zo erg, Wes. Vincent? Ja? Morgen. Ja, ça va, niet te laat wordt. Ik heb overmorgen een test van bio. Van biologie. Ja, oké, zo. Ja, bye. Morgen. Samen. Oeh. Oh, wat ja. Daar samen. Hola. Rustig. Bye bye, guys. Bye bye. Bye. Cool. Voilà.
Ga je mee? Nee, je zit dik. Jij dik of wat? Kom, zwemt u maar naartoe. You want to do blowjob? Die alleen geldt voor een rechte driehoek, waarbij de cosinus van 90 graden 0 is. Wat geldt voor zijde A? Geldt natuurlijk ook voor zijde B. Dus dan hebben we B kwadraat is gelijk aan A kwadraat, plus C kwadraat min 2 maal AC en de cosinus van de ingesloten hoek B. Geldt dus ook voor zijde C, dus dan hebben we C kwadraat is gelijk aan B kwadraat. Plus A kwadraat. Deborah? Mevrouw, mag ik naar huis? Naar huis? Waarom? Ja, ik voel me niet zo goed. Het is dat vanmorgen, ik ben zo misselijk. Je bent toch niet zwanger, zeker? Mag ik naar huis? Ben je eigenlijk getrouwd? Ja. Heb je kinderen? Een dochter. Hoe oud? Dat is ongeveer uw leeftijd. Wat had je verwacht?
doet je vanavond? Huiswerk maken. En? Moeilijk? Hé, wat scheelt er? Bo. Je bent moe, hè? Kom hier. Kom hier. Weet jij hoe fier dat ik ben op u? Hm? Weet jij hoe graag dat ik u zie? Ken aan mij. Je is zo schoon. Weet jij, als jij gedaan hebt met school, dan wil ik met u trouwen. Dat zie je toch? Waarom? Wat is dat? Geld? Ja, dat zie ik. Maar van wat? Ik krijg verdiend in het hotel. En dan? Is voor u? Serieus, zot. Nee, serieus. Ik ging dat veel beter gebruiken dan ik. Je hebt heel je leven aan elkaar betaald voor ons. Dit zei dat ik iets terug doe. Oké, okay, voor één keer. Ja. Is dat in dat hotel aan de single dat jij moet werken? Ja. Wat moet je er allemaal doen? Ik heb toch wel gezegd, kamers kruisen en zo. Thank you.
verjaardag van Junior. Ja, ik heb toch moeilijk weglopen, hè? Maar waarom zeg je dat toe als je me weet of ik ken? Kunt je niet afbellen? Vince? Niet op junior zijn verjaardagsfeest de familie is. Ja, ze hadden niemand tellen. Ze hadden een probleem met reservaties. Dus er is 20 man meer dan verwacht. Het ging niet lang duren, oké? Lieg niet. Ik lieg niet. Mam! Deborah, je gaat niet. De tantekjes zijn hier. Allee, Chantal. We mogen dat blij zijn dat ze werk heeft. Geef dat nummer eens van dat hotel, hè, dat ik zelf een keer kan bellen. Edo is niet belachelijk. Ik ben een klein kind. Jij moet echt niet bellen, hè? Deborah, je gaat niet. Jij gaat niet zeggen wat ik moet doen. Ik ben werk heb leren kennen. Ik Waar komt al dat geld? Wat zeg je in godsnaam in mijn kamer aan doen? Van waar komt dat geld? Mijn werk? Ja, dat zal wel, ja. Je kunt misschien denken, hè, dat ik dom ben, hè, maar zo dom ben ik nu ook weer niet. Ik heb dat gepikt uit een bureau van mijn baas. In die lingerie. Waar zit jij in godsnaam mee bezig? Zijn de zaken niet! Doe die tv uit. Doe die tv uit! Denk je dat ik wil leven zoals u, hè? Heel vertagen met klotter in haar droom.
vader niet was weggelopen en dan... Mijn vader is niet weggelopen. Jij hebt hem gejaagd. Wie zegt dat? Wie zegt dat? Je doet juist aan, Hansi. Mijn benen openen voor de venten. Alleen dat jij voor niks aan waar ik er tenminste goed voor betaald. Maak dat je weg bent. Deborah, maak dat je weg bent. Oké. Okay. Verrassing. Dus geen probleem. Nog een verrassing. Goedenavond, meneer politie Antwerpen. Mogen wij even binnenkomen, alsjeblieft? Heb u soms uw identiteitskaart bij, meneer? Goedenavond, mevrouw. Mag ik de identiteitskaart even zien, alsjeblieft? Hallo. Juffrouw, gaat het? Ja, door haar raam.
Hij zit op mijn plaats. Sorry. Pa. Ik moet er met mijn één persoon tegelijkertijd zijn. En ik ben hier al. Jammer. Ik ben hier ook al. En dan? Ik zou niet zelf zeker zijn. Ze moest ik u zien. Hoe was hij hier eigenlijk? Zijn uw zaken niet? Kom, Alex. Maar ik kan niet staan. Deborah, er is bezoek voor u in de bezoekerskamer. Vincent? En jij, Jasmin, jij mag de rest van de dag op je kamer blijven. Je weet goed genoeg dat er hier niet met twee mag gerookt worden. Het is trouwens niet uw eerste verwittering. Dag, schat. Hoe is het met Junior? Hoe is het hier? Deborah. Wat denk je? Maar ik denk dat je het hier gewoon goed gaat hebben. Ik zei even weg uit uw omgeving. De jeugdrechter heeft het ook gezegd. Deborah, ik snap het dat je het anders wou. Ik heb het ook niet tegen Pepe gezegd. Ik heb gewoon gezegd dat je op uitwisseling moest met school. Meneer? Ik wil naar mijn kamer. Deborah, je hebt nog meer dan 3 kwartier. Ik wil nu naar mijn kamer. Zal ik u wegbrengen? Een keer op bezoek komt. Ik was echt iedere dag bij hem, hè. En bij de stof. 1 spuitje. Daar ga ik echt alles voor geven. Ze is zo jong. Ik ben wel ouder dan je denkt. Hoe oud ben je? 13. Maar in mijn kop ben ik 50. Of 100. In elk geval zeker ouder dan mijn ouders. Ken dat. Allee, Jasmin, jongen, dat is op mijn post staan. Jezus, Jasmin, zet dat gewoon op toe pies aan je zoon. Hey, wat is dit? Ze zijn weer bezig. Maar het was het licht gedroogd. Vincent? Ik mis het. Ik heb niet veel tijd dat ik bij jullie ben. 3 maanden, nog 2. Maar ik moet u laten. Ik ga van nu. Dat is knap gedaan, zeg. Hoe zit het, Pepe? Hij heeft gezegd dat hij geen hoeren in is. Junior,
Ga daar eens spelen. Ga eens bij die videospelletjes kijken. Nee. Nu? Ik heb het hem verteld. Ze hadden gebeld om te zeggen dat de bezoekdag verschoven was en ik was niet thuis. Hij is beschaamd. Ik ben ook beschaamd door wat ik gedaan heb. Ik ben blij dat je dat zegt. Ik heb ook veel fouten gemaakt vroeger met je pa en zo. Binnen 2 maanden zit ik gewoon terug thuis. Hoe heeft de politie mij eigenlijk gevonden? Ik weet het niet. Dat is voor te kalmeren. Ik ben kalm. Strafverlenging gekregen. Een maand erbij. Sorry voor dat dag. We begonnen ineens te flippen. Ja, dat is goed. Dat is geen probleem. Weet je wat? Als je eruit geraakt, dan moet je bij mij komen wonen. Ik ga voor je zorgen. Ja, zonder kijk. Nee. Ik ga voor je zorgen.
Dit is het nummer van Vincent, mijn vriend. Dag. Hoe is dat? Ik denk dat ik heel de dagen voor mijn tv zit. In mijn zijt er te niks in. En dat ik van niks niet weet. Mijn moeder zegt dat vindt geren. Heel geren. Misschien een beetje te geren. Daarom dat uw pa een rijbord gesmeten. Mijn moeder zegt uw peren ook geren. Die gaan er ook. Daarom heb ik een ribje losgepakt. Omdat ze me exageren zien. Ah, de junior, maar... Dat is misschien meer. Ga toch het versteld. Ik wil ermee stoppen. Ik wil terug naar huis komen. Misschien is het toch nog niet zo slecht dat je hier zit. Hier kun je zo geen stoepetaten niet meer doen. En de moeder misschien toch nog iets goed genomen. Wat is dat zo maar gedaan? Ik vang mij aangeven bij de politie. Wie anders? Zo, ik hoop weer nooit meer te moeten terugzien. Ik hoop het ook. Mijn moeder komt nu zitten halen. En maandag ga ik naar de nieuwe school. Tot zo. Is er nog iets dat ik moet tekenen of zo? Nee. Zou je naar buiten mogen wachten? Dan ga ik een sigaret roken. Oké. Zo, had u goed, Deborah. En ik wens u het allerbeste. Zegt op zijn. En je bouwde keuken? Een sobere maar mooie badkamer. En last but not least, een witte lichte slaapkamer met kingsize bed. Goedgekeurd, hè?
We zouden beter iets aan uw haar doen. En u wat nieuwe kleren kopen. Dat die mannen niet onderschatten. Die zijn u nu waarschijnlijk aan het zoeken. En als u pakken, terug naar Veerlem. Nog eens 3 maanden. Dat is het plan hier. Ik heb trouwens een flinke controle gehad terwijl ik in Veerlem zat. Je hebt me toch niet... Nee, nee. Ik heb gezegd dat ik u niet kende. Dat is waarschijnlijk die klootzak van de Robert geweest. Je doet er dan alles voor, omdat dat een goede klant is. Dan krijg je zoiets. Wat is er al gebeurd met Robert? Ze hebben hem ondervraagd en een nacht binnengehouden. 3 dagen later hebben ze hem uit de vaart gehaald. Ik heb voor moeten gaan vanaf nu. Na die 3 maanden benen en nu dat appartement er nog eens bij. Dus dat ik geld heb moeten lenen van een vriend dat ik dringend moet terugbetalen. Als ik tenminste niet wil dat ze mijn benen komen breken. Nogal een geluk dat je niet meer naar school gaat. Ik zou niet weten hoe dat we anders allemaal gaan betalen. Maar goed, het is een kwestie van iets harder te werken en dat heeft zijn voordelen. Stop er niet over. Ik wil dat niet meer doen. Waar zit je? Zijn uw zaken niet? Deborah, deze keer heb ik de politie niet gebeld. Ik moet u geloven. Steffi. Geliefd. Zijn jij zot en begin dat voeren of zo, hè? Alles beter dan op een dag in Beren. Zijn je gekust? Nee, dat is van het venster waar ik uitgekomen. Jezus, Steffi! De laatste 4 maanden in ieder geval niet, hè? Vooruit, nog even. Willen dat ik niet durf? Nee, jij? Ik durf. Ik ook. Doe het dan? Jij eerst. Wat krijg ik als ik het doe? De eer. Je moet niks stoppen. Ik heb niks aan, dus kom je zitten blijk. Dan de volgende uur afwas. Ik heb een afwasmachine. Dan was ik uw ramen of zo. Oké. Okay. Dan zie ik het dan jou eens, hè.
Wat is dat? Wanneer heb je er gekocht? Daarnet. Nog geen cent zijn geld. Steffi, je wordt afgekikt. Het is allemaal niet zo gemakkelijk. En Heroïne gaat het makkelijker maken, of wat? Ik dacht dat je meer karakter hebt. Ik ga wel terug stoppen als ik werk vind en als ik hier woon. Het is wel niet de bedoeling dat je hier komt wonen, hè? Oma, je hebt dat beloofd in Benen. Dat gaat niet, sorry. Het is hier het appartement van Vincent, er is trouwens maar een slaapkamer. Slaap wel. Steffi? De flikkenbellen. Dat is ongeveer het stomste dat je nu kunt doen, Bo. Wat wil je dan doen? Ze hier zo laten liggen of... Ja, als de flikken naar hier komen, dan hang ik. En jij ook. Krijg je waarschijnlijk wel ietsje meer dan 3 maanden Beernem. Vincent, als we gewoon de flikken bellen... Zet die flikken nu toch eens uit je kop. Los dat hier wel op. Moet je geen zorgen. Vincent, kom maar uit. Ik kan nu naar huis kunnen. Hey. Mocht je niet zeggen, schat. Mocht je niet zeggen. Ik wil dat jij bij mij blijft. We zijn hier weg. In een vliegtuig naar Frankrijk of naar Spanje. We zijn hier weg. Geen bullshit meer. Geen flikken, geen klanten, geen werk, niks. Hé? Kunt jij terug naar school? Kom, we moeten niet blijven. We gaan buiten een koffie drinken of een keer op het strand gaan wandelen. Hey. Gaat hier een Steffi gebeuren? Denk je dat niet aan, ik los dat wel op.
Hey, bring him over, bring everybody over. Yes. Wij zijn hier. Maak je geen zorgen. We moeten even iets regelen. Wij iets regelen. Ik ben zo'n beetje terug. Ik leg het allemaal uit. Oké? Ik zie het. Ik ben blij dat ik het terugzie. Ik ook. Onze passen te verkopen. Er is ook een kabinetje bij. Hij zegt die ook een beetje gelijk. Wow. Nee, Jennifer, die is haar niet. Is echt niet oké. Please! Please! Please!
Please stop the car. Please let us out, please! Help! 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 Hey! Help! Shut the fuck up! Help! Help! Będziemy na czas. No. Let's call each other. Ok.
too many judgments of honesty. But I've got nothing, I got nothing, I got nothing.